Collega Koen Nederhof had een hele mooie klus vandaag. Hij mocht namelijk uitzoeken hoe het zit met dingen die geblurred worden op Google Earth. Dingen die wij dus niet mogen zien. Aanleiding voor die klus is een rel in België. Want de Belgen wilden dat kerncentrales onherkenbaar zouden worden. Alleen daar reageerde Google niet op. Nou, Koen is erin gedoken en hij is erachter gekomen dat we daar hier veel minder krampachtig over doen tegenwoordig dan vroeger. En dan ook dan in België. Koen, goed dat je er bent. Want heel veel dingen zijn gewoon open en bloot te zien tegenwoordig. Ja. Sterker nog, bijna alles in Nederland is gewoon te zien. Er zijn een paar dingetjes nog die geblurred zijn. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat Google het gewoon nog niet heeft aangepast. Dan zijn er nog geen nieuwe foto's van en dan is het nog niet te zien. Oké, want ik kan me herinneren een tijd dat alle militaire bases en paleizen, dat je daar gewoon heel veel hele grote pixels op zag en verder niks. Ja, echt in die blokjes. Hè? Je kon echt niet zien wat het was. Ik woonde zelf naast naast vliegveld Valkenburg. Nou, dat was ook één zo'n geblurred vlak op Google Earth. In 2013 is de wet veranderd en toen is besloten van het kan allemaal vrijgegeven worden. Wat is er dan veranderd? Want ik denk aan de militaire basis. Hè, dat is natuurlijk interessante informatie, kan ik me zo voorstellen. Dat was vroeger zo, maar dat is nu dan toch nog steeds zo. Ja, wat er eigenlijk is besloten, kijk, die wet die stamde uit de Koude Oorlog. Toen was echt het idee van buitenlandse mogendheden moeten niet zien hè, waar onze doelen zitten. Waar onze troepen zitten, hoeveel het er precies zijn. Precies. In feite gold die wet alleen voor luchtfotografie. Dus niet voor satellieten. Nou, dat was al een dingetje, maar ja, toen werden die satellieten commercieel. Hè. Google gebruikt ze, Microsoft heeft een programma mee. Mm-hmm. Nou, toen werd er gezegd, eigenlijk is het zinloos. Het is niet meer gewoon niet meer te handhaven. Nee. Nou, dan kreeg je ook nog eens drones. Die maken ook allemaal luchtfoto's. Alles haarscherp van bovenaf. Precies. Hek van de Dam. Gewoon gezegd van, joh, laat maar. Het is strafrechtelijk nog steeds zo dat een militair doel fotograferen. Daar kan je voor vervolgd worden. Ja. Maar eigenlijk gebeurt dat niet in Nederland. Tot 2013 zei de MIVD van dit moet wel geblurred worden, dit niet. En nu is het gewoon zo van, als je niet wil dat je van boven wordt gezien, moet je zorgen dat je niet van boven gezien kan worden. Andersom, dus je moet zelf eigenlijk actie ondernemen. Nou ja, daar is geen officiële lijn in, maar je kan je voorstellen. Een formuliertje bij Google, dat bestaat niet. Nee, je kan inderdaad bij Google aanvragen van, goh, kan je mijn huis blurren op Street View of mijn auto of... Dat kan. Ik loop de deur uit bij mijn maîtresse en dat ze zien op Street View. Privacy, dat wil je. Ja, blur het maar. Maar je kan ook bijvoorbeeld gewoon bedenken van span maar een zeiltje of een camouflagedoek over het ding heen wat je wil verbergen. En dan is het niet te zien vanuit de lucht. Dan heb je het ook opgelost. Maar nou zijn wij hier dus blijkbaar heel makkelijk in geworden. Ja. Dit zegt de wet. De MIVD is makkelijker geworden. Waarom is dat in België dan anders? Nou, de Belgen hadden dus het idee, en dat is de nucleaire waakhond daar, de FANC. Die hadden het idee van, die kerncentrales, daar zit een veiligheidsrisico in als die te zien zijn op Google Earth. Ja. Dus wij willen dat graag geblurred hebben. Nou, dat is er voorlopig nog niet van gekomen. Zij hebben het idee dat dat wel een veiligheidsrisico is. De Nederlandse overheid is daar wat makkelijker in. Kijk, hierachter is de kerncentrale van Dodewaard te zien op het scherm. Ja. Ja, als je daar op dat weggetje gaat staan, dan zie je hem ook. Deze is dat, hè? Ja. Ja. En jij zei aan het begin, er zijn een paar plekjes in Nederland die nog wel geblurred is. Ja. Zijn. Wat zijn die plekjes? Bijvoorbeeld een munitiedepot in Staphorst. Dat ligt naast een bos. Blijkbaar is dat gewoon, dat is nog niet vervangen met een nieuwe foto. Die foto stamt dus nog waarschijnlijk uit de tijd van voor 2013. Dus het is gewoon oud, dus niet omdat we het niet mogen zien, maar gewoon omdat er nog geen nieuwere foto van is eigenlijk. Precies, ja. Okay. Nou, dankjewel. Interessant inkijkje, letterlijk en figuurlijk. We kunnen inderdaad allemaal nu bij onze koninklijke of militaire buren, kunnen we nu gewoon gluren van achter de computer. Binnenkijken bij, vinden we stiekem allemaal wel leuk. Toch leuk, hè? Koen Nederhof, dankjewel. Yes.